Het was een beetje de top tegen de flop vandaag, of niet? Nou, dat laatste zeker niet, want ze hadden prima intenties. Maar wij waren degelijk de eerste helft. Misschien te weinig rendement uit het spel, maar degelijk weinig weggegeven. Goede kansen, een paar goede goals. Zonder dat we heel geweldig voetbal lieten zien. Begin tweede helft. Ik had ook in de rust gezegd, ik had een hele korte bespreking in de rust gezegd. Het staat goed, we zetten even iets meer druk aan die kant. En je kunt nog iets opportunistischer, sneller en diepe bal spelen. Want ik vind dat we moeten proberen om nog een aantal goals te maken voor het publiek. Nou, en ik dacht dat we de eerste kwartier in rust, dat het een walk-over zou worden. En dat had gemoeten. Als je 4-5 keer in een overtalsituatie in de 16 eindigt, moeten er goals zijn. En ik denk dat ze 4-5-0 dan ook eerder vallen, dan worden de monsters scoren. Nou, nu valt hij niet, hun scoren nog tegen. Dat is natuurlijk erg slordig van ons. Maar misschien voor hun wel verdiend, want ik vond dat ze echt leuk intenties hadden. Probeerden te voetballen, probeerden druk te zetten. Verzanden niet in schoppen en ordinair gedrag. Ik vond het echt... de jongens die hebben als vereniging en als ploeg hebben ze het gewoon zwaar. En dan vind ik dat eigenlijk wel hartstikke leuk om te zien dat je zo positief in het veld staat. En wij hebben denk ik uiteindelijk gewoon terecht met 6-1 gewonnen. En dat had ook 10-3 kunnen zijn, denk ik. Ja, want normaal gesproken zou je mega enthousiast zijn bij een 6-1. Maar ja, nu valt het wel mee. Nou, ik ben vooral opgelucht dat wij een wedstrijd waarin wij bekend staan, hè, tegen de mindere goden, om dan een off-day te publiceren. Dat we nu in staat waren om geconcentreerd te beginnen, onze kansen te benutten, om goede goals te maken. En we staan vijfde, hè, dus dat is allemaal hartstikke positief. Alleen, we moeten wel eerlijk zijn, we moeten onze ogen niet sluiten voor de situatie waarin de tegenstander zit. Dus wij lopen geen Polonaise. En wij wachten volgende week, ik denk de mooiste week uit mijn carrière, wil ik niet zeggen, maar... Als je na paasweekend voor de boeg hebt met Katwijk uit en Vogels thuis. Ja, dan verheug ik me op. Dan verheug de hele staf en spelersgroep zich op. Ik denk het publiek hier ook. Ik verwacht zeker tweede paasdag verwacht ik veel publiek. Van onze eigen club, maar ook van de tegenpartij. Ja, dan moet je dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Hè? Waardoor dat soort wedstrijden uiteindelijk veel mooier worden. Wat is nou je doel, hè? De laatste fase van de competitie die je straks in gaat? Nou, ons doel blijft tussen 6 en 10. Alleen, we staan nu vijfde. En ik heb geloof ik op de website een column geschreven. Waarin ik altijd vind dat je die doelstelling moet halen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu niet een ambitie kunnen uitspreken die hoger is. We staan nu vijfde. En het zou fantastisch zijn als we die vijfde plek kunnen vasthouden. En daar gaan we voor. Maar ja, ik zeg net Katwijk uit, Vogels thuis. En zo krijgen we er nog een aantal. GVV komt hier nog. Wij moeten nog 3-4 verre uitwedstrijden op kunstgras. Waar we bewezen hebben niet altijd even goed te presteren. Wij moeten elke week 100% zijn en dan kunnen we een heel eind komen. En ik ben op dit moment even trots op de tussenbalans. En ik denk dat dat de enige juiste conclusie is.